waarom redt de ene minister het wel en de andere niet? Politiek is een hondenbaan, maar wel een mooie hondenbaan. Dat zei oud-minister André Rauwvoet. Je kunt je voorstellen, het is een heel zwaar beroep. Je bent veel van huis, ziet je familie en vrienden weinig. Hebt altijd die grote, zware loodgieterstassen vol met stukken. Je wordt geleefd. En net als bij elke andere baan kan het dan misgaan. Alleen sta je nu meteen in de spotlight. Er zijn geen regels, net zoals bij de kabinetsformatie, die bepalen wanneer een minister moet gaan. En wel is er die ongeschreven vertrouwensregel. En die houdt eigenlijk in dat op het moment dat de meerderheid van de Tweede of Eerste Kamer het vertrouwen opzegt in de minister of staatssecretaris, deze moet gaan. En uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat eigenlijk nooit iemand op die manier vertrok. Het dreigen met het verlies aan vertrouwen, en dat kan van die Tweede of Eerste Kamer zijn, maar ook van de eigen partij of in de ministerraad, was al voldoende. Ik heb de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar afgetreden ministers in Nederland. En daaruit kwam naar voren dat er toch wel een aantal zaken zijn die een rol hierbij spelen. Bijvoorbeeld, op wat voor departement zit je? Is het een incidentgevoelig departement? Bijvoorbeeld veiligheid en justitie. Als daar bijvoorbeeld iets gebeurt, zoals het ontsnappen van een TBS'er, dan springt de media daar bovenop. Je kunt natuurlijk ook een bonnetje kwijtraken. Dat kan ook voor je einde zorgen. Maar dat zijn moeilijke ministeries. Binnenlandse Zaken, sinds de AIVD daaronder valt, is ook een lastig departement. Zeker in tijden van terrorisme en aanslagen. Dan zijn er natuurlijk nog departementen waar veel bezuinigd moet worden. Waar een slepend dossier ligt. Waarin onduidelijke afspraken zijn gemaakt tijdens de kabinetsformatie. En wat je ziet, tot in de jaren 50 zie je eigenlijk dat het ministerie van Oorlog en Marine, dat is eigenlijk wat nu Defensie is, hofleverancier was wat betreft afgetreden ministers. En in die tijd waren dat vaak hele hoge militairen die helemaal in de top van de hiërarchie zaten. En die waren vakinhoudelijk zeer kundig. Die wisten alles over het leger en alles over de marine. Maar die konden niet het politieke spel spelen. Want dat is essentieel. Speel het politieke spel goed. En weet wie de spelers zijn in dat spel. En dat is de Eerste Kamer, dat is de Tweede Kamer, de ministerraad, de eigen partij. Maar er zitten ook weer mensen omheen en spelers. Zoals de ambtenaren, de media. En je ziet ook dat buitenstaanders het lastig hebben in de politiek. Veel lastiger dan iemand met Haagse ervaring en connecties. Denk aan Bomhoff, Heinsbroek, die redden het niet. Die leken heel nieuw en fris, maar uiteindelijk ging dat helemaal mis. Als we kijken naar die spelers die invloed hebben op dat politieke spel, zijn de ambtenaren mensen die je nooit mag vergeten als minister of staatssecretaris. Die zijn je basis. Dat is de continuïteit. Ministers en staatssecretarissen zijn passanten. En die ambtenaren zitten er heel erg lang. Zij worden niet voor niks de vierde macht genoemd. In 1919 was er ook een minister, Bijleveld, van Marine, die het niet redde. Want zijn ambtenaren had hij zo tegen zich in het harnas gejaagd dat die echt zo kwaad werden dat ze allemaal informatie lekten naar de pers. En uiteindelijk zorgde dat er mede voor dat hij vertrekken moest. Media, dat is ook natuurlijk een heel erg belangrijk speler. En de hoeveelheid en de omloopsnelheid is in de loop der tijd natuurlijk heel erg groot geworden. En laten we even stilstaan bij 2008. Een filmpje van minister Ella Vogelaar, met geen stijl. En wat we zien is eigenlijk heel schrijnend, heel erg treurig. Want de minister is lange tijd stil, zegt niks. En het is heel slecht voor haar imago. En dit filmpje werd duizenden keren bekeken. Maar ook in 1966 was de pers al actief. Hadden we minister Smallebroek, en die had wel gegeten met wat collega-ministers. Zijn chauffeur was net op vakantie, dat kan gebeuren natuurlijk, maar die reed zelf naar huis en reed toen tegen een geparkeerde auto aan. In plaats van te stoppen, reed hij weg met gedimde lichten en toen kwam de volgende dag de Telegraaf met een hoofdpagina. Realiseer je dat aftreden een persoonlijk drama is en een afscheid kan eindigen met tranen. En dat gebeurde in 1993 met Elske Terveld, die af moest treden als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En haar tranen staan eigenlijk symbool voor de tragiek van een aftreden.
Thank you.